Hey, welkom in deze nieuwe video. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en dat je een fantastische dag hebt of gaat beleven. Vandaag wil ik het met jou hebben over leven vanuit de energie van het hart. Leven vanuit de energie van het hart is eigenlijk niet zo moeilijk, eens dat je het ervaren hebt. Het is een manier van leven. Maar natuurlijk wil je dat aan iemand die het nog nooit heeft ervaren. Dus ik heb daar ook wat over. En in deze video ga ik ook het antwoord delen en ook natuurlijk mijn eigen ervaring. Nu, leven vanuit de energie van het hart komt eigenlijk als vanzelf, wanneer je gaat gaan leven vanuit een hoger bewustzijn. En dat bewustzijn noemen ze een hartgedragen bewustzijn. Dat is verbonden met eenheid en dat is ook verbonden met de Christusenergie, als je er al zo van gehoord hebt. Wanneer je leeft vanuit dat eenheidsbewustzijn, dan weet je dat alles met alles verbonden is en delen van jezelf weerspiegeld ziet in de ogen van een ander. Je hebt eenheid in jezelf gecreëerd en bent dichter gekomen bij jezelf. En hierdoor ben je in staat om te erkennen wie je werkelijk bent. Eigenlijk ben je jezelf in alles wat je doet, wat je zegt, wat je voelt. En authenticiteit is op dat ogenblik eigenlijk een veruiterlijking van je essentie, van je ware trilling. Nu, om tot dit alles te komen, is het noodzakelijk om je lichtlichamen te healen en uit te balanceren. En hiervoor doe je dus je hart te openen, waar tot voorheen angst je hart gesloten hield. Oei, ik sluit hier mijn microfoon. Ik hoop dat het niet te erg is voor jullie om te kijken. Dus waar je tot voor kort je hart gesloten hield. En groeien in bewustzijn betekent dat je, ondanks het feit dat je je kwetsbaarder opstelt en dat je dus wel die angst voelt om opnieuw gekwetst te worden, dat je toch het vertrouwen hebt om met een open hart in het leven te staan. Enkel zo kan je emotionele lichaam ook geheeld worden. En ja, die angst om nog meer pijn te ervaren is groot in het begin. Maar naarmate je verder loopt op het pad, word je ook zekerder over wie dat je bent en over wat dat je bent. Je zelfvertrouwen en vooral het vertrouwen in het leven is gewoon krachtiger geworden. Waardoor dat je vanuit een onthechting naar de wereld gaat gaan kijken, omdat je weet. Je ziet, je voelt, je hoort en je weet dat alle ervaringen, alle gebeurtenissen verlopen volgens een groter plan. En hierdoor heb je dus het vertrouwen gekregen om meer en meer te gaan leven vanuit je hart. Nu, door meer en meer te onthechten van de uiterlijke omstandigheden, voel je ook niet meer de behoefte om te oordelen over anderen. Want elk oordeel dat jij zou uiten, bevestigt enkel scheiding, verschillendheid, apartheid. Terwijl je bewustzijn verruimd is tot het eenheidsbewustzijn. En dus een visie van gescheiden zijn past daar niet meer in. Naarmate dat eigenlijk meer en meer een hoger bewustzijn gaat gaan belichamen, ga je ook merken dat je emoties ook gemoedelijker worden. Je gaat emoties herkennen, je voelt ze waar dat nodig is, maar je gaat je er niet meer door laten meeslepen. En datgene wat dat gevoeld mag en moet worden, dat laat je toe. Maar je behoudt tegelijkertijd ook de controle vanuit te weten dat die emoties niet definiëren wie dat je bent. Het zijn signalen die aanduiden waar dat er nog disbalans is in je wezen. Onthechten van de uiterlijke wereld wil niet zeggen dat je plots gevoelloos wordt. En dat wil ook niet zeggen dat je niet herkent waar anderen doorheen gaan. Je ziet het en je merkt het op. Want het verschil is dat doordat je op een zuivere manier onthecht bent, je ook weet dat alle ervaringen deel uitmaken van de lessen die ze komen leren. Van de processen waar ze als mens, als ziel doorheen gaan om te groeien naar een wijzere ziel, een oudere ziel. En niet zozeer in leeftijd, maar ouder en wijzer in ervaring en ontwikkeling. En hierdoor ben je in staat om ruimte te houden voor de ander die doorheen zijn proces gaat. Je respecteert dat de ander nog niet zo ver is, of misschien nog zelfs niet klaar is om ruimer bewustzijn te belichamen. En ook dat is oké. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen tijdslijn en dat zijn eigen lessen te leren op de ogenblikken dat hun hogere zelf en hun lichtteam beslissen dat het kan. Daarom kunnen we ook niets doen voor een ander. Daarom moeten we eigenlijk hen de verantwoordelijkheid teruggeven. En dat is ook hetgeen wat ik altijd doe met mijn klanten.
Ik ondersteun hen, ik bied hen een spiegel voor, ik geef hen inzichten. Maar dan is het terug aan hen om weer iets te maken van hun leven en verantwoordelijkheid op te nemen. Het pad lopen naar een leven vanuit hun hart, gedrag en bewustzijn is vaak ook een eenzaam pad. En ondanks het feit dat we allen één zijn, dragen we toch allen een andere uitdrukking van die eenheidsenergie in ons. Eenheid en individualiteit. En hierdoor lijkt het dat ieder zijn pad anders is. Echter, vele gevoelens en emoties waar hij doorheen gaat, zal door een ander herkend worden. Ze weten, ze begrijpen en ze zien. Dus spreek erover, deel je zorgen, stel je vragen. Zelf heb ik het pad ook al gelopen, bewandeld. Ben ik het nog aan het bewandelen? En ik weet dus heel goed waar hij doorheen gaat. Dus zoek niet alles zelf uit en laat je helpen. Want de aanpak van co-creatie, waarbij je dan gaat samenwerken met het universum en alles wat tot jouw beschikking staat, is een wijze aanpak. Dus, voilà, het is bevestigd. Neem die stappen, zet die stappen en kies voor een co-creatie. En zoals altijd, een licht aan liefde en tot in de volgende video. Dag!